Oké, nu. Oh, oké, leuk. Welke kanaal? Wat is Dan moet ik even kijken. Het was over. What's wrong with the world? het? Oké, ja. Ja, Dat is die. mijn filosofiekanaal. Ah, Ik heb nog een dat dacht ander ik. kanaal voor, ja, voor talen. Oké, interessant. Interessant. Moet ik ook gaan kijken. Ja. Ja, ik zal je achter de les de link geven met deze video dan. Oh ja. Ja, is goed. Is goed. Ben benieuwd. Ja. Ja. Iets nieuws van de Iets nieuws. week? Deze week is er niet veel. Nou ja, in Nederland is er veel gebeurd. Want corona! Yay! Waarschijnlijk komt er morgen weer een strengere lockdown. Ah, oké. Dus er zijn niet echt concerten of andere nieuwsdingen. Het enige in het nieuws wat ik zie is corona, 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 vaccins, corona, lockdown. Ja, is het in Nederland ook het geval dat je als iemand die het vaccin niet heeft gehad, bijna niks meer kan doen? Ja, je moet dat willen ze instellen dat je of gevaccineerd moet zijn of telkens elke dag testen. Oké. En dan krijg je een QR-code en dan mag je Ja. ergens naartoe. Oké. Omdat mijn. Ja, in Duitsland is dat heel veel erger, volgens mij. Daar kan je eigenlijk nooit meer iets doen als je niet bent gevaccineerd. Ook niet met Nee, testen klopt. voor. Nee. Nee. Het is ook heel gek, want eerst je hebt dan 1G, 2G, 3G. 1G zou je denken, dan mag je alleen maar naar binnen met vaccin. Maar nee, 1G is het strengste en dan mag je alleen naar binnen als je bent getest. Dus het is heel gek, want ze zeggen ja, je moet vaccineren, vaccineren, vaccineren. En vervolgens iedereen die gevaccineerd is, moet toch testen. Oh, ja, leuk. Jee, maar dat is er nog niet. Dat is nog ver weg. In Groot-Brittannië is het een beetje beter, maar voor de meeste dingen hoef je ook nog een test te hebben. Ja. Ja. Ja, ik heb één keer ergens naartoe geweest. Dat was in de zomer. Toen moest je sowieso ook testen voor een festival. Maar toen daarna dacht ik één keer dat stokje in je neus zo. Toen dacht ik, oh nee. Nee, Alsjeblieft heb ik niet. ook geen zin in. Ja, Nee. die schaakclub heeft weer begonnen met het schaken, Nou. maar je hoeft ook gevaccineerd te zijn of elke keer een test maken, ook als het alleen een avond een beetje schaken is. Beetje schaak. Oh. Dat is het eigenlijk niet waard, volgens mij. Nee. Niet Nee, is ook als je dat test. elke keer hoeft te doen. Ja. Ja, dan ga je maar online schaken. Ja. En tegen een robot. Ja, of niet tegen een robot, maar tegen iemand op de web. Ja. Ik Maar kijk dat wel is. eens livestreams van Ja. mensen die tegen elkaar schaken. Ik weet niet waarom, maar het is heel entertaining. Ah, bedoel je maar livestreams van echte mensen die in het ja, echte leven tegenaan schaken? Nee, mensen die vanaf achter hun computer tegen elkaar schaken. Oké. Het is echt heel grappig. Ik kan helemaal niet schaken. Oké. Ah, dat was het. Dus ja, dat is wanneer ik niet meer weet wat ik met mijn dag moet. Dan ga ik dat maar kijken. Dan ben ik zo verveeld. Of denk, Ja. oh, schaken. Mijn zusje kan heel goed schaken. Mijn zusje is 9. En die kan van mijn opa winnen. En ik dacht, wow. Ja, Nederland is een heel sterke schaakland eigenlijk. Ik weet niet waarom, maar ja. Geen idee. Het is niet heel populair, maar de mensen die het
op hoog niveau doen, die zijn er heel goed in. Ja, er zijn een heleboel heel beroemde Nederlandse sprakers in het verleden, maar ook nu, momenteel. Ja, tegenwoordig ook nog steeds. Tegenwoordig, ja. Ja, ja, dat is echt bijzonder. En dat is ook heel teleurstellend soms, omdat er zijn vaak heel jonge sprakers, die zijn misschien 15 of 16 of zo, en ze zijn grootmeesters. Ja, en als gewone mens is dat heel teleurstellend, omdat ja, zijn mensen zijn die 5 jaar of 10 jaar bijna jonger zijn. Jonger? Ja, jonger. Hetzelfde. Ja, ik heb dat ook wel eens, dan zie ik mijn favoriete band bijvoorbeeld. Mensen in mijn favoriete band zijn net zo oud als ik. En ze gaan naar Amerika. En ze gaan naar, nou ja, allemaal landen. En dan denk ik, oeh, wat heb ik momenteel in mijn leven al bereikt? Ja. Ik woon thuis. Ik heb een fiets. En verder ga ik naar school. Maar dat is ook heel, wat is het woord? Je krijgt niet het rechte beeld van de wereld, omdat je niet de miljoenen van mensen ziet die nog minder hebben bereikt. Klopt, je alleen de mensen dat zie je helemaal niet. Ja. Het beeld is ook, ja, het is ook heel vaak heel veel geluk dat je nodig hebt. Omdat als je bijvoorbeeld de beste schaker wil worden, of tennisser, of voetbalspeler of zo, dan heb je ook heel veel talent nodig. Als je dat niet hebt, dan ja, pech. Ja, dat is het jammer. Sorry. En meestal is het ook dat je gewoon net op de juiste plek moet zijn, op het juiste moment, met de juiste mensen. En dan ineens, lucky, je bent topsporter. Ja. Heb je eigenlijk wel eens van determinismus? Ja, determinismus gehoord? Determinism? Een beetje. Klein beetje. Weet je wat dat is? Ja, zo, lekker woord. Ik kan woorden met een T zo slecht uitspreken. Determinisme. Zo. In schaken, neem ik aan. Nee, determinisme in de filosofie. Oh, filosofie. Nee, dan niet. Nee, okay. Nee, dat... ik ben echt een leek. Oké, okay. Dat is een filosofie die zegt dat wij geen vrije willen hebben. Dus de idee is eigenlijk dat wat wij willen doen, dat bepalen wij niet. Dus bijvoorbeeld, je hebt honger, dan kan je niet beslissen geen honger te hebben. En de tweede stap is dat je altijd doet wat je wil. En soms is het ook dat je twee dingen wil, maar één keer wil je meer. En uiteindelijk doe je altijd wat je wil. En dat betekent dan dat je eigenlijk geen vrije willen hebt. Dus je hebt die illusie misschien. Is dat illusion? Is dat het juiste? Ja, illusie. Ja. Illusie, ja. Dat je vrije willen hebt. Maar dat is niet het geval. En als dat klopt, determinisme, dan betekent dat dat het leven eigenlijk 100% geluk is. Ja. Ja. Van begin tot eind. Oh, je hebt geen invloed op helemaal niets. Het is alles, ja, alleen geluk. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Mm-hmm. Maar soms denk ik wel, dit is geen toeval. dit moet zo zijn. Toeval is ook niet het juiste woord. Omstandigheden misschien. Dat is een beter woord. Klopt, ja. Ja. Nee, je hebt zoveel dingen van buitenaf komen samen waar je soms helemaal geen grip op hebt om een situatie te vormen. En zo maak je dingen mee. Misschien helemaal niet. Je kan wel elke dag wakker worden en denken, vandaag ga ik dit en dit zo doen. Maar als maar één iemand of één stap anders gaat, is al heel je dag anders. Ja. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het alles... je kan zeggen, als je alle informatie zou hebben, dan kan je in het vooruit
en het vooruit alles berekenen eigenlijk. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je theoretisch eigenlijk de toekomst kan voortellen? En voorspellen. Voorspellen, ja. Ja. Theoretisch. Dat, ja, theoretisch gezien dat, zou het dan kunnen als je alles... Niet mogelijk. Ik ben blij dat dat niet kan. Misschien. Hmm, of zou ik het wel willen kunnen? Als jij de mogelijkheid zou hebben te weten wanneer je gaat overleden. Wanneer je sterft. Ja, dan wil ik niet weten wanneer ik dood ga. Oké, interessant. De meeste mensen willen dat niet weten, maar ik eigenlijk wel. Dan kan je er wel naartoe leven. Ja. Dat zou misschien een beetje niet zo leuk zijn als het dan betekent, ja, in 2 jaar word je neergestoken of zo. Maar ik weet het niet. Dat is ook niet leuk als het dan heel verrassend gebeurt. Nee, dat is het ook zo. Ja, je kan jezelf ook voorbereiden. Ja, je kan jezelf inderdaad. En als je nog iets heel graag wil doen, kan je denken, oh, maar ik heb nog maar 2 jaar. Dan moet ik in die 2 jaar moet ik nog naar Amsterdam of van een bungee jumpen van een brug. Geen idee. Ja, iets geks. Ja. Een hele bucketlist afwerken. Ja. Nee, maar toch zou ik het niet willen weten. Niet ik zou alleen bang zijn dat het echt iets verschrikkelijks is. Dat het echt zou zijn, ja, je wordt neergestoken of doodgeschoten of... Ja. Ja, weet ik niet. Ja, of ik zou... heel depressief en vroeg dan zelfdoding. Ja, dat zou wel... dan zou ik misschien wel willen weten wanneer ik doodga, maar niet hoe. Ja. Anders dan... Zou je dan ook niet, als je weet dat je bijvoorbeeld doodgaat in een auto-ongeluk, zou je dan niet gewoon nooit meer in een auto gaan zitten? Ja, maar ja, dat is interessant. Dat kan je maar... Eigenlijk speel je dan tegen de regels, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat is heel de natuur. Ja. Of je kan zeggen, je wordt misschien wel van een auto aangeraden, maar je zit niet in het auto of zo. Dat zou ook nog kunnen. Dat je gewoon. Ja. Maar wat op je is fiets... dan als de voorspelling is, je zou overleden in een auto. En dan doe je dat niet. Dan stap je nooit in een auto. Dan word je ontvoerd. En dan stoppen ze je in een auto en dan ga je daar dood. Ja, dat kan misschien. En zo kan je blijven denken over hoe je doodgaat en hoe je het kan ontwijken. Oh, dat zou heel verschrikkelijk zijn als je. Hoe je in die situatie bent. Ja. Dan word je... Nee, dat zou... dat zou wel een optie zijn. Als je weet hoe je doodgaat. Leg je er dan bij neer. Heb je dan zoiets van, oké, ik ga zo dood. Ja. Oké. Ja. So be it. Het is een soort gokken eigenlijk. Omdat als het dan betekent, ja, weet je wordt 100 jaar oud en overleeft in jouw slaap. Ja, heel leuk. Maar als het betekent, nee, 1 jaar nog, dan word je neergestoken. Nee. Ja, dan word je opgeblazen door een autobom. Dan ga je ook dood in een auto. Ja. Dan denk je wel van, oh. Ja, dat is jammer. Heb je eigenlijk ooit erover nagedacht dat de dood eigenlijk altijd iets slechts of nooit, hoe zou je zeggen, neutral? Neutraal. Iets neutraal of slecht is. Overleden is nooit leuk. Dat is, nee. In het beste geval heb je geen pijn als je in jouw slaap overleeft. Maar de meeste manieren om te overleden zijn helemaal niet leuk. Nee. En de, nou ja, niet de meeste mensen. Iedereen die nog leeft heeft dat nooit meegemaakt te overleden. Dus dat betekent dat je eigenlijk de garantie heeft dat nog iets niet zo leuks zal gebeuren in jouw leven. Ja, je weet gewoon als je geboren wordt, ja, wat er met mijn leven gebeurt, weet ik niet. Ik weet alleen, ik ga wel dood en dat is niet leuk. Nee, en het is ook, er zijn niet heel veel pijnloze manieren om dood te gaan. Of je bent heel lang ziek en je gaat dood, of je stikt. En je gaat dood of je wordt aangereden door een tractor.
Ja, Het is wat is nooit dat? alleen in slaap. Ja. Van, ja, misschien van behind. Hoe zeg je dat? Als je er achteraf aan terugkijkt. Nee. Als iemand jou in de kop zou schieten van Oh ja, van Henry. achteren. Van achteren. Van achteren. Kan je dat opschrijven, misschien? Ja hoor. Van achteren, oké. Dus als iemand jou onverwacht in de kop schiet van achteren, dat is pijnlijk, maar dat Ja. gebeurt ook niet heel vaak. Nee, en dan moet hij wel precies goed zo in, op de millimeter goed Ja. door je hoofd schieten. Maar stel bijvoorbeeld, je gaat dood. Ja, dat gaan we allemaal. Zou je dan liever, want dat heeft mijn stiefmoeder gehad. Mijn stiefmoeder is al 4 jaar dood. En zij had kanker, 3 jaar lang. En zij heeft altijd gezegd: ik wil liever ziek zijn en dan doodgaan. Dus dan weet je van, oh ja, ik ben heel ziek, ik ga dood. Of zou je liever gewoon plotseling doodgaan? Maar je bedoelt plotseling als je het echt niet verwacht. Dus Ja, niet, je hebt kanker, je weet je hebt nog 1 jaar, plotseling is het over, maar je denkt je hebt nog 20 jaar en het is plotseling. als je bijvoorbeeld over Ja. straat loopt en je wordt in één keer Ja. aangereden en Ik zou zeggen plotseling. Ja? ja? Ik zou juist wel willen weten dat het eraan komt. Maar dat is ook wel weer een beetje het kijken in de toekomst van je weet. Dus in dat opzicht zou ik het wel willen weten. Niet precies de exacte dag dat ik doodga. Maar als je weet van oké, ik ben ziek, ik ga dood. Dan kan je wel nog, je kan je er toch ook weer een beetje op voorbereiden. Ja, wat je ook kan doen, is je kan zeggen, bijvoorbeeld je krijgt kanker of zo, iets waar je zeker aan zal overleden, dan kan je zeggen, oké, ik wacht totdat het echt verschrikkelijk is en dan vloog ik zelfdoding of zo. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, dat is misschien het best. Ja, Ja. dan heb je het helemaal in eigen handen. Dan bepaal je het echt, ondanks dat op een andere manier zelfdoding heb je het ook in handen. Maar dan kan je er echt jezelf een beetje naartoe leiden door alles wat er moet gebeuren als je dood bent. Want als je plotseling doodgaat, dan heb je wel al je familie en zo ineens van, oh, hij is dood. Nu Ja. moet ik iets. Ja, voor de familie is het natuurlijk het verschrikkelijkste als je plotseling doodgaat. Maar voor jezelf is het misschien anders. En voor mezelf zou ik het op zich niet zo heel erg vinden. Anders dan, ja, dan is het maar gebeurd. Ja, maar ik moet zeggen, ik vind het idee een beetje verschrikkelijk dat je wordt bijvoorbeeld aangeraden, maar dan heb je nog een half uur, maar je ligt daar te bloeden en je weet, oké, dat gaat niet goed. Je hebt heel veel pijn en je bent niet voorbereid. Dus je weet, oké, je Nee. hebt nog een half uur te leven, maar dat is ja, een verschrikkelijke half uur. Ja, dat is wel het ergste half uur van je leven. En het is ook nog eens het laatste half uur van je leven. Dat is echt heel vervelend. Ja. Nee, dat lijkt me ook wel. Ik zou dan liever gewoon in één keer gewoon bam, dood. Niet nog liggen dood, leeg bloeden aan de kant van de weg. Ik zag vandaag een video over een moord op een man. En die jongen, hij was 27, was eerst in de fik gezet. Toen hebben ze met bijlen op hem ingehakt. Toen hebben ze hem nog weer terug in een auto gelegd. Zijn ze naar een klif gegaan. Toen hebben ze hem van die klif af laten lopen. Dus in Amerika en al die gekke dingen. Nee. Ja. Hebben ze hem van een klif af laten lopen. Is helemaal naar beneden gevallen. Was hij nog niet dood? Toen heeft hij daar dus nog gelegen en ja, uiteindelijk helemaal. Oh ja, nee, toen is hij daar, lag hij daar. Toen was hij nog niet dood. Toen zijn ze naar hem toe gelopen, hebben ze een paar keer op hem geschoten en toen was hij pas dood.
Nou, dat lijkt me ook verschrikkelijk. En hoe lang duurde dat? Ja, ik denk, ik weet het niet. Dat weet ik niet. De timeline stond er niet bij, werd niet verteld. Maar het was best wel een afstand met de auto nog. Dus ik denk dat dat best wel lang geduurd heeft. Oh. Ik denk wel een uur of zo. Ja, wow. Verschrikkelijk laatste uur. Ja. En ook te weten dat je wordt vermoord in een aantal minuten of zo. Dat is, ik weet het niet. Nee, dat je ook denkt van, je weet dat je wordt vermoord door mensen die je kent. En dan denk je, waarom ik? Wat heb ik misdaan? Ja. Ja, lastig. Heb je dat ooit gedroomd dat je, hoe zeg je, about to die? Bijna dood ging. Bijna, ja, maar dat je weet dat het gebeurt in de volgende minuten of zo. Ja, nou, ik heb dus één keer gehad. Dat was echt heel eng. Toen ik was heel ziek. En ik had heel veel, echt hele erge hoofdpijn. En ik lag in bed. En ik zat zo in die fase tussen slapen en wakker zijn in. Maar ik droomde dat ik een hele lange tunnel doorliep naar een wit eindpunt. En daar was het alleen maar licht. Gewoon licht, 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 licht. En ik dacht, oh, ik ga nu mijn dood tegemoet lopen. En ja, toen werd ik nog niet wakker. Dat duurde echt heel lang. Dat was echt, toen dacht ik, ik ga nu dood. Dat is gewoon het einde van de tunnel. En ja, ik ben er nog, dus ik ben niet dood gegaan. Ja. Gelukkig. Ik vind dat wel raar dat mensen bang zijn voor de dood. Terwijl je eigenlijk alleen bang moet zijn over die manier op die je overleeft. Dus ja, dat is verschrikkelijk. Maar als je weet, oké, je wordt nu in een minuut in de kop geschoten of zo. Dan, ik weet niet, misschien is het een beetje, kan dat een beetje teleurstellend zijn, omdat je niet verder kan leven. Ja. Maar bang te zijn is eigenlijk niet logisch. Nee, maar iedereen voelt zo op die moment. Dus ja. Heel raar. Maar ik zou wel denken, als je dan doodgaat, ja, tenzij je echt heel veel pijn hebt bijvoorbeeld. Maar ja, als je eerst in de fik wordt gestoken en wordt geschoten en dan doet het gewoon pijn. Dan zou ik ook bang zijn om dood te gaan, als ik weet dat het zo gaat. Maar anders, ja, dan ga je dood en dan is het klaar. En dan, misschien zijn ze meer bang, mensen meer bang voor het onbekende. Omdat je niet weet, je kan het niet, ja. Je kan niet doodgaan en daarna vertellen, oh ja, zo was het en dit voelde ik. En, ja. Dat is lastig. Misschien is, maar ik weet niet of dat het geval is, maar misschien is het de idee dat als je misschien ongelijk hebt en dan religie X hebt gelijk, dat betekent hel? In welke context? Heaven en hel. Oh, de hemel en de hel, ja. De hel, oké. Ja, dat je dan de hel ingaat. Ja, ja dat is zo. Als het heel onwaarschijnlijk is, die kans is nog steeds daar. Ja, je kan. En het zou wat zijn als je je hele leven naar iets hebt geleefd. Een religie of denkwijze, weet ik veel. En het gewoon niet zo blijkt. En dat je denkt, ja, jongen, nu ben ik dood. En wat heb ik nou gedaan met mijn leven? Ken je de South Park aflevering met die 16e verjaardag van de Satan? Weet je die? De deugel? Nee. Nee, die ken ik niet. Ik ken wel een South Park aflevering, maar die... Hoe zeg je the devil in het Nederlands? De duivel. De duivel. Ja. Oké. Of Satan. Satan, ja. In elk geval, er is een soort welcome party in de hel, kan je bijna zeggen. En de mensen vragen, hey, maar ik was dit of ik was dat. En ik ben hier, wat is er gebeurd? Hoe hadden we eigenlijk gelijk gehad? Oh, ja.
Ja, de Mormonen. Oh, wauw. Ja. Ja, nee, wat ik wel heb, net als bijvoorbeeld, ik weet niet of je kent Dante's, ja, ken je Inferno? Nee. Het is, nou ja, dus, je hebt zeg maar Dante. Dante was een schrijver slash ja, filosoof uit de Renaissance. En die heeft een boek geschreven en daarop is een schilderij en allemaal losse platen, schilderijen, tekeningen gebaseerd. Die zijn geschilderd door Botticelli. Ik hou van kunst. Maar dat is dus een soort van reis door alle lagen van hemel en hel en hoe je waar wat gebeurt en zo. En dat is echt bizar. Van, ja, je kan, hier kom je aan en dan heb je een soort van. Het lijkt een beetje op een soort omgekeerde piramide met uiteindelijk één blokje. Ja. En dat is heel interessant. Ik wil het boek kopen waar het op is gebaseerd, maar ik ben niet zo goed in Latijn en al die moeilijke dingen. Dus er is wel een Nederlandse vertaling van, denk ik. Okay. Is dat een soort filosofisch werk of zo? Of wat is dat precies? Ja, een soort van, ik zal hem laten zien. Ferno. Het is ook een film, trouwens, van net als Angels and Demons en de Da Vinci Code. Maar kan ik de afbeelding openen? Oh, het is niet een afbeelding, het is Wikipedia. Ik ga even mijn scherm delen dan. Kijk, zo ziet het er dus uit. En dat zijn alle lagen. Waar is de foto? Dit gaat over de film, dat bedoel ik niet. Maar, ah, kijk. Dit zijn dus alle lagen van waar je kan eindigen als je dood bent. Ja, heel. Maar is dat iets dat hij ook zelf geloofde, of was dat een soort poëzie of zo? Ja, het is, volgens mij werd hij betaald om dat te schilderen door een of andere rijke persoon. In de kerk. Ja, waarschijnlijk, nou, waarschijnlijk niet van de kerk, maar volgens mij een soort van hoge politieke persoon. Maar er is niet heel veel, die losse vellen zijn in Engeland gevonden en die liggen nu in Duitsland. Dus het is heel, heel vaag. Ik ben er nu pas aan in het verdiepen. Want vind ik wel interessant. En ja, er was een film van en toen had ik de film gezien. Toen dacht ik, ah, bestaat dat echt? En het bestond echt. Interessant. Maar is dat alleen een beschrijving, of is er ook een redenering voor? Volgens mij niet. Volgens mij is het echt alleen een soort. Dat boek heet The Divine Comedy. Dus volgens mij is het niet echt heel erg ergens op gebaseerd. Naast iemands denkwijze. Dus ja, ik weet niet hoe je dat dan noemt, maar Ja. Kunst. ja, kunst. Daar heb je dan geen, hoeft de dingen niet uit te leggen. Nee. Dat kan je anderen laten doen. Oh, dat heb ik zo vaak gehad op school dat ik een kunstwerk moest bekijken en dan moest zeggen wat de kunstenaar dacht toen hij het heeft gemaakt. Ja, weet ik veel. Ja, geen flauw Vraag het idee. de kunstenaar. Misschien willen zij. Nee, hoe zeg je dat? Misschien wil. Maybe they wanted to annoy people. Hoe zeg je Ja, dat? misschien willen ze je gewoon een beetje irriteren. Misschien willen zij jou gewoon een beetje irriteren. Ja, gewoon denk van een beetje fun. Van nee, is niet leuk. Nee, Geen ja. Ja, ik idee. heb ook helemaal geen
idee van kunst. Ik kan dit soort dingen niet interpreteren en ik kan ook zelf niet beeldjes malen of zo. Nee, ik ook niet, maar ik vind het wel interessant. Ik heb iets in mij, wil altijd zoveel mogelijk dingen weten over random onderwerpen. Uh-huh. Dus ik heb een boek hier inderdaad over Romeinse kunst. Uh-huh. Oké. Okay. En daarnaast stond een boek over een random schilder waar ik nog nooit over had gehoord. Ik dacht, ja, die wil ik hebben. Die moet ik kopen. Okay. Dan ben ik een boek over een of andere... Hij was wel bekend hoor, maar hoe heet hij eigenlijk? Ik weet zijn naam al niet meer. Wat vergeet het? Ja, geen idee. Ah. Ik ben het aan het lezen, maar ik weet niet meer hoe die heet. Ja. Okay. En ik kijk altijd graag quizprogramma's en dan wil ik weer dingen weten waarom de lucht blauw is en golven. Dus naar, nou ja, dat soort dingen. Ja, ja, ik vind bijvoorbeeld, of met name filosofische vragen heel interessant. Maar ja, soms gaat hij daar, zou ik zeggen, een beetje te diep. Ja. En dan vraag je af, ja, waarom bestaan wij eigenlijk zo? Ja, dan ga je inderdaad net te lang blijven doorgaan en doorgaan en verder vragen aan jezelf. Hoe zou dit? Ja, Mulix. Nee, een korte tijd geleden heeft me iemand uitgedaagd over de vraag: weten we eigenlijk dat wij echt bestaan? Of wij een brain in a vat zijn? Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Een hersenen in een soort glaas? Ja, een soort. Ja, een. Alsof we gewoon niet een computer gegenereerd iets zijn, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, die vraag heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. En de logica is dat je elke bewijs die je kan hebben uit de realiteit trekt. Dus dat kan je eigenlijk niet gebruiken. Omdat dat wel een fake kan zijn, eigenlijk. Ja, kan dus allemaal net uiteindelijk zijn. Weet je het niet en je hebt ook geen basis om te geloven dat het echt is. Dat, je weet het helemaal niet. En daar heb ik ook geen tegenargumenten. Dat voelt heel raar, maar ik heb geen tegenargumenten. Nee. Misschien is dat een vraag die nooit beantwoord zal worden. Mm. Maar je kan de vraag ook anders stellen. Je kan zeggen, stel er is een God. Hoe weet die God dat hij niet een soort, of er niet een ander God is die eigenlijk nog meer macht had, maar ja, zichzelf te heilen. Ja, dat hij niet gewoon een grotere godheid is die nog boven God staat. Ja, maar hoe zeg je te heilen? Verstoppen. Stop. Of when you're like, I'm not here. Ja. Verstoppen. Verstoppen, oké. Okay. Ja. Yeah. Oh. Verstoppen. Oké, okay, bedankt. Maar ja, er is geen logische manier voor iemand dat te weten. Dat kan je logisch niet weten. Omdat je niet weet of er iets is dat je niet weet. Dat kan je niet. Dat blijft inderdaad. Maar net als je heel vaak af. Mensen willen vaak weten wat er gebeurt na de dood. Uh-huh. Maar dat antwoord kan je eigenlijk ook nooit krijgen als je niet dood bent gegaan. Ja. Misschien als je even dood bent geweest. Nee, maar dat is niet hetzelfde. Nee. Nee. Heb je ooit van generic subjective continuity gehoord? Heb je daar niet een video over gemaakt? Ja. Ik heb die video gekeken, maar ik snapte er niks van. Oké. Okay. Dat behandelt ook de vraag, wat gebeurt na de dood? Ja. En de idee is eigenlijk dat er geen ervaring kan zijn.
Dus de idee die de meeste atheïsten hebben dat je in een soort black void bent, dat is helemaal flauwekul, dat is niet logisch. Nee. En omdat, hoe zeg je dat, bewustzijn altijd daar is? Nee. Ja. Als, ja. Ja, je bewustzijn is altijd of, aanwezig. Niet alleen jouw bewustzijn, bewustzijn in het algemeen. Ja, dat is er altijd. Mm-hmm. En dat betekent dat als je overleeft, dan bestaat jij misschien niet meer, maar nee. Bewustzijn is het enige wat er is. Dus dat betekent dat achter jouw dood bewustzijn komt, weet je? Maar ja. je hebt geen perceptie van jij bent overleden, nu is iemand nieuws geboren. Maar iedereen die er bestaat, heeft altijd de perceptie van ik ben ik. Ja. Dus, ja. Dat is heel, heel erg moeilijk uit te leggen. Zelfs in het Engels. Ja. Maar... ja, ik heb wel eens gezien dat kinderen soms weten wie ze waren in een vorig leven. Uh-huh. Stel... He, er is een vorig leven en je bent gewoon alleen je bewustzijn in dit leven. En daarna gaat dat bewustzijn weer verder naar een ander fysiek lichaam dat geboren wordt. Dat er kinderen zijn die weten van ik ben hierdoor dood gegaan. Hier woonde ik. Dit is mijn familie. En dat soort dingen. Dat vind ik heel... Maar ik kan nooit... Waar komen de herinneringen vandaan? Ja. Daar is geen uitlegging voor. Dus nee. Ben ik niet van overtuigd. Het is gewoon misschien toeval dat er, weet ik veel, iemand was die Henk heet. Die in een vliegtuig is neergestort, ja. Hmm. Dan kan je ook wel zeggen van, ja, ik was Henk. Ja, ja, maar dat is makkelijk te zeggen. Ja. En uiteindelijk kan het wel zijn dat je liegt, of misschien liegt je niet, maar je hebt wel ongelijk. Er is een andere reden voor, misschien heb je een psychische kracht of zo. Ja. Of misschien klopt het ook, maar hoe zou je dat weten? En wat is de wetenschap daarachter? Ja, ja. Dat is net als dat mensen soms beweren een bekend persoon te zijn. Ja. Of mensen zeggen, ja, ik ben prinses Diana, maar in een nieuw leven, ja. Dan denk ik meer komt dat omdat je diegene echt kent en de geschiedenis erachter weet. En omdat je al kennis hebt, ga je ook dingen daarnaartoe relativeren. Van, oh, ik ben op die dag geboren, zij heeft op die dag dit en dit gedaan, dan zal ik haar wel zijn. Mm-hmm. Maar het is gewoon stom toeval. Ja. Een aantal uren voor mijn geboorte is een bekende voetballer overleden. Dus 25 uur geleden of zo. Ik ook. Dat is, die gedachte had ik ook soms. Dat kunde ik zijn geweest in een vroeger leven, maar dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Nee, ja. En toch zijn er sommige mensen die gedachte zo ver... ontwikkelen en gewoon hele alternatieve theorieën eromheen maken, dat ze uiteindelijk zo verder in gaan geloven, dat ze ook misschien een soort persoonlijkheidsdingen er van die persoon gaan ontwikkelen. Ah, je bedoelt dat ze zoveel weten over die andere mens, dat ze beginnen te ageren alsof ze die mens zouden zijn geweest? Ja. Oké, ja, misschien. Ik vind het allemaal, nee, het is niet mijn, nee. Je bent jezelf. Ja, ik vind dat interessant, maar dan wil ik ook redenen voor hebben. Ja. Als het alleen de claim is, de claim, de claim. Oh, het, het. Ik ken het wel, woord. Ja, ik ken het ook, natuurlijk. Mijn moedertaal. De behauptung. Is het Duitse woord? Dat is het Duitse. Maar wat is het Nederlandse? Ah, claim.
Kijk het maar. Ik wil weten. De bewering. Je beweert. Je beweert dat je. Oké, okay, natuurlijk. Ik zeg ook gewoon in het Nederlands tegenwoordig claim. Dus. Ja. Ja, misschien kan je dat ook zeggen. Maar bewering is een goed woord. Ja. Ja. Maar wat ik bedoelde is, als het alleen de bewering is, dan is het niet zoveel. Als er ook een reden achter is, dan vind ik dat heel interessant. Ja. Hm. Ja, zeker. Zou ik, dan ga ik ook gelijk denken of ik misschien op iemands sterfdag ben geboren. Of, maar denk ik niet. Ja. Ja, zeker. Er is zeker iemand geweest die een seconde of zo voor jouw geboorte is overleden. Ja. En er zal ook iemand zijn, waarschijnlijk, die op jouw, die seconde waar je overleed, wordt geboren. Ja. Ja, er zijn zoveel mensen op de wereld. Dat ja. Misschien zijn er zelfs al 2 mensen of 3. Oh, en dat is ook interessant, omdat er 1 mens is die meteen achter jou en 1 mens die meteen voor jou was geboren. Maar je zou dat nooit weten. Er is ook geen manier dat te weten. Nee. Nee, dus kan je nooit te weten komen. Hmm. Je weet ook niet of ze nog leven of zo. Waarschijnlijk wel, maar dat ja, weet je niet zeker. Ja. Nou ja, diegene die voor jou is doodgegaan, die leeft niet meer. Maar nee, degene die na jouw geboorte is. Voor jou was geboren. Dus 1 seconde voor jouw geboorte ook was geboren. Maar op een andere plek. Ja, gewoon ergens in de wereld. Ja. Dat ja, die echt... kunnen wel nog leven. Ja. Ja, maar je weet helemaal niks over. Nee. Je zou maar ergens naartoe gaan en random die persoon ontmoeten. Ja. Wow. Ik heb wel eens een lookalike. Ik was in Rome. Mm-hmm. En toen zat ik in een restaurant met vrienden. En een van mijn vrienden die pakt ineens de telefoon en die doet zo. Dus ik dacht, foto. En die zegt, nee, ga eens een beetje opzij. En toen zat er dus aan een tafel achter mij iemand. En die leek dus echt sprekend op mij. Maar toen wou ik er naartoe lopen, want zij zag alleen mijn achterhoofd. Dus zij heeft nooit mijn gezicht kunnen zien. Dus zij heeft nooit geweten dat er iemand in hetzelfde gebouw, in hetzelfde restaurant zat, een paar tafels verder, die zeg maar bijna een tweeling zou kunnen zijn. Maar ik heb haar dus wel gezien. Hmm. Door die jongen. En ik neem aan dat jij dan het gevoel heeft dat je dat die persoon moet laten weten. Ja, maar dat heb ik dus niet gedaan. Hmm. Ja. Dat is heel interessant. Maar ik vind dat ook heel interessant dat ik in dit soort situaties niet deze precieze situatie, maar heel erg toevallen. Dat ik altijd het gevoel heb, dat moet ik iemand vertellen. Ja. Ken je dat? Ja, dat... Je moet iemand hebben die dat gewoon even zegt van, oké, ja, even die bevestiging van... Misschien wel van, het is heel toevallig of juist niet toevallig, maar... Ja. Nee, en zij zat achter mij te eten en ik was er van, ga ik naar haar toe? Ga ik niet doen? Ik kan geen Italiaans. Dus al lang geleden. Misschien spreken zij ook Nederlands. Ja, dat zou best wel kunnen. En toen heb ik het niet gedaan en toen liep zij weg. En toen dacht ik, nee, waarom heb ik dit niet gewoon gedaan? Mm-hmm. En nu heb ik zoiets van... Ik heb zelfs laatst geprobeerd het restaurant op te zoeken op Google Maps. Om te kijken dat als ik er ooit naartoe ga, wie weet heeft ze er een review geschreven. Iets. Maar dit is al 5, 6 jaar geleden, dus dat zal wel niet. Onwaarschijnlijk zijn, ja. En het bereikt ook eigenlijk niet. Dat is alleen, op een bepaalde reden heeft men deze... bedürfnis, desire. Ja, de wil om dat naar buiten. Ja,
omdat de mensen laten weten. Ja, ja. Heel vreemd soms. Ja, ik had 2 jaar geleden had ik ook een heel erge toeval. Een andere toeval, maar ook iets dat heel onwaarschijnlijk lijkte. En ik heb dat tegen een van mijn vrienden verteld. En die zegt, de vriend zei, dit is eigenlijk dit soort dingen waar ik niet kan geloven dat het een toeval is. Maar wat ik vaak denk, is dat er zijn miljoenen van toevallen die elke dag niet gebeuren. Elke toevallen die in jouw leven niet gebeuren. Dus bijvoorbeeld, het zou mogelijk geweest zijn. Ja, of mogelijk kunnen zijn. Ja, dat jou vandaag dit dubbel van jou zou ontmoeten in Badenhout, weet je? Maar het is niet gebeurd. Dat is een einde, zou ik zeggen, 10 miljoen kans of zo, of wat dan ook. Maar het is niet gebeurd. Maar het is ook een ander toeval dat je misschien iemand anders zou ontmoeten. Is ook niet gebeurd. Maar als je dan miljoenen of miljarden van dit soort toevallen hebt, vroeg of later zal iets gebeuren. En dan denk je, ja, dat kan nog niet zijn. Dat is een 1 in 5 miljoen, maar dat is ja, klopt. Je denkt alleen maar aan het toeval omdat het is gebeurd. Maar je denkt niet na over de dingen die allemaal niet zijn gebeurd. Die heel toevallig zouden kunnen zijn. Of misschien denk je... Ik heb heel vaak dan denk ik aan iets waar ik al heel lang niet over na heb gedacht. Of aan een persoon. Weet ik veel. Iemand waar je vroeger mee op school hebt gezeten. Of dat soort dingen. En je komt ineens die persoon tegen in de bioscoop. Dan denk je, oh, wat toevallig. Maar eigenlijk, ja. Als jij die dag aan iemand anders had gedacht, had je die waarschijnlijk 2 weken later er ook ergens tegengekomen. Dat soort dingen zijn eigenlijk totaal niet toeval. Dat is een beetje mussen. Patterns, to recognize patterns, must ja, een patroon herkennen. Patroon, zeker. Een patroon herkennen, waar eigenlijk geen patroon is. Of waar het niet uitmaakt. Ja. Ja. En misschien zijn er zoveel patronen en toevalligheden op een dag, maar, daar denk je dan niet over. Ja. Het is ook het geval dat heel veel dingen gebeuren die heel onwaarschijnlijk zijn, maar geen patroon zijn. Nee. Dus bijvoorbeeld, als je toevallig in die trein neven iemand uit China zit, was het aan het begin van de dag eigenlijk ook heel onwaarschijnlijk dat precies deze mens uit China neven jou zal zitten. Maar omdat hij niet beroemd is of zo, maakt het niet uit. En je denkt er ook niet over na. Nee, klopt. Het is gewoon een willekeurig iemand waar je toevallig naast zit. En was het George Clooney in de trein, dan denk je ineens, wow, wat toevallig. Terwijl... Ja. Maar dat kan ook zijn dat in een parallel universe, dat George Clooney die toevallige iemand is. Ja, dat zou, wow. Gewoon in een parallel universum. Zit je naast George Clooney. Ik zie het niet snel gebeuren, maar... Ja. Wat denk je over die idee van een multiverse? Oh, ik denk wel dat er ergens een parallel universum is. Of dat er meerdere verschillende dingen zijn. Soms, net als met, hoe heet het? Het Mandela-effect. Daar heb ik dan weer net niet echt... Wat was dat nog weer? Ik ken die begrip, maar ik heb vergeten wat dat is, de Mandela-effect. Bijvoorbeeld, als je... Ken je E.T., de film? Ken je E.T., de film? Nee. Oh, dat is altijd mijn voorbeeld dat ik gebruik. E.T.'s, mensen, als je aan mensen vraagt wat zegt E.T. in de film, dan zeggen ze E.T., phone, home. Maar eigenlijk zegt E.T., E.T., home phone. Maar iedereen... Ah, dank je. Dus ze denken dat in een parallel universum... het zeg maar wel zo was. Ja. En dat het daarom iedereen die gedachte... Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik weet ook geen beter voorbeeld, maar ik weet wat je bedoelt.
Omdat als je iets verwacht, ook als dat niet gebeurt, herinnert jou alsof het zo is gebeurd als jij had verwacht. Ja. Omdat het jouw verwachting was. Klopt. Het is alsof je het al kent, maar niet goed hebt onthouden. Net als bijvoorbeeld sommige logo's. Dacht je altijd dat het logo er op een één manier uitzag, maar het ziet er blijkbaar heel anders uit. Of inderdaad in films. Dat is echt, dat is wel iets wat ik ook heel interessant En was dat nu met die Mandela-effect en die parallel-universum? Hela, zeg je dat voor universum? Heelal, ja. Heelal. Een parallel heelal. Ja, of universum gewoon. Universum. Of universum, ja. Oké. Wat is nu die connectie? Omdat ze dus denken dat ze allebei bestaan. Maar dat je dus eigenlijk al vanuit een parallel universum de ene kent. En nu in deze, in dit universum zeg maar, dus de herinnering hebt van de phone home in plaats van de home phone. Uh-huh. Bijvoorbeeld in E.T. Oké. Okay. Volgens mij is het idee van een oneindige parallel universe eigenlijk dat universum zijn die heel vergelijkbaar zijn. En er is ook één bepaald universum dat zo precies vergelijkbaar is, maar met een één kleine verschil. Dus er is iemand precies zoals jij, maar één kleine verschil misschien. Eén wat dan ook. Ja. Dus alles wat je had kunnen doen in jouw leven, of wat had kunnen gebeuren op dit planeet, is op een ander planeet, op een bepaalde plek, alles gebeurd. Ja. Dat is het idee. Klopt. Ja, dat is. Ik denk altijd heel vaak na over dingen, maar soms moet ik mezelf echt zeggen: ho, stop, dit gaat te ver, anders dan blijf ik echt over parallele universa nadenken, want dan heb je heel veel en moet ik zeggen stop. Ja, maar ik vind dat best wel leuk, tijd te spullen over parallele universa. En wat is de plural van of van universum? Nou, universum, dat eindigt op en officieel, omdat het uit het volgens mij Latijn of Grieks komt, zeg je dan a in het meervoud. Dus universa of museum, musea. Maar volgens mij is het tegenwoordig, mag je ook parallele universums zeggen. Okay. Maar dat weet ik niet zeker, dus dan moet je me niet. Universa. De vraag is ook of het logisch is een plural te hebben van universa. Nee, ja. Klopt. Waarschijnlijk niet. Nee. Nee, geen idee. Zou er een meervoud zijn? Geen idee. Nee, omdat de definitie eigenlijk is dat het alles is dat het bestaat. Ja, en het is oneindig. Je kan niet meerdere keer alles hebben wat bestaat. Dat is mathematisch feit. Ja, het is wiskundig niet alle fysische regels. Ja. Het kan niet. Ja. Of het kan wel. Ja, ze weten. Dat is een beetje problematisch als je over oneindig nadenkt, omdat het eigenlijk niet lijkt te werken. Nee. Omdat dus bijvoorbeeld, stel we spelen een spel waarbij een die, een dice? Ijs? Dice, waar we throw dice. Niet weer, ik weet het. Dobbelsteen. Ja, okay. Dobbelsteen. Als je een dobbelsteen. Oké, volgende te throw. Niet werken. Gooien. Sorry. Als je een dobbelsteen gooit, en we zeggen 6 betekent jij wint, en 1 tot 5 betekent ik win. Ofzo. En wij doen dat oneindelijk keer. Hoe vaak heb jij gewonnen?
Oneindelijk keer. Hoe vaak heb ik gewonnen? Oneindelijk keer. Oneindelijk keer, dat, ja. Is dat een gelijkspeel? Nee, want je weet het niet. Oneindig is oneindig, dus er is nooit een einde. Ja. En er zal ook nooit een winnaar uitkomen. Mm-hmm. Maar ja, dat is omdat je eigenlijk denkt dat is dezelfde vertaal, oneindelijk. Maar eigenlijk Klopt. Is het geen vertaal. Maar het... Nee, want als je er één bij doet, bij dat oneindige getal, heb je alweer een groter getal en een groter getal. En... Mm-hmm. Groter. Ja, je kan ook logisch niet iets oneindelijk keer doen of oneindelijk keer doen. Dat kan je nooit bereiken. Nee. Want stel, je zou iets oneindig lang kunnen doen. Dat betekent dat jij dus ook oneindig lang leeft. Ja. Ja. Maar zelfs als dat het geval zou zijn, je bereikt nooit het punt waar je dat oneindig lang hebt gedaan. Nee. Dus dat... Er komt nooit een stop. Dus het is nooit klaar. Je weet nooit wanneer is het oneindig geweest, want er is geen einde. Ja, dat kan eigenlijk niet. Maar dat betekent ook dat je dat niet kan bereiken. En als je dat niet kan bereiken, is de vraag ook, is het dan eigenlijk een a sensible concept? Een logische idee misschien? Ja, een concept of een... Ja, is het dan wel nodig? Nodig, ja. Hoe zeg je sensible? Vandaag wil mijn Engels niet meewerken. ik ga het opzoeken. Ken je dat woord niet? Middelpunt. Maar dat is central. Ja, middelpunt is het niet. Nee. Google. Fatsoenlijk misschien? Ja. Fatsoenlijk. Ja, dat zou wel... Okay. Het is niet precies het hele... Ja, dat betekent je... decent of zo. Toch? Ja, persoonlijk, ja. Of, okay. of ik persoonlijk, ik als persoon vind. Ah nee, ik betekende fatsoenlijk. Ja! Decent is fatsoenlijk. Oké, ja. Ja, dus de vraag is of oneindelijk eigenlijk een fatsoenlijk idee is. Of ja. Ja. Waarschijnlijk niet. Maar dat betekent dan dat... Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hier kan je heel lang over nadenken. Maar... Nee, ik zou het... Zou je, net als bijvoorbeeld de aarde... Zou het oneindig bestaan? Of zou het ooit... En zou je dat mee willen maken? Nou ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt van een heleboel dingen af. Ja. Maar oké, dat zal waarschijnlijk te veel zijn voor vandaag. Ja, het is ook al tijd, zie ik. Ik zal je dan de link sturen. Later vandaag. Is goed. Ik denk dat was het. Heel erg bedankt. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ja, ik ook. Tot de volgende keer. Misschien kunnen we verder maken met waar we vandaag zijn gestopt. Ja, dat lijkt me leuk. Oké. Okay. Gaan we doen. Heel leuk, ja. Tot ziens. Doei, tot ziens. Tot de volgende keer.